De slang van Hassan. Wie heeft er een huisdier? Vraagt juf Ans. Ik heb een hond, juf, zegt Max. Ik ook, roept Jos. Daan heeft een kraai, Linda heeft een poes. Elk kind heeft wel een dier. Ik wil die dieren wel eens zien, zegt juf Ans. Breng ze maandag maar mee naar school. Heel de klas juicht. Dieren op school, dat is leuk, maar Hassan zegt niets. Hij heeft geen huisdier. De juf kijkt naar Hassan. Heb jij ook een dier, Hassan? Ineens heeft Hassan een plan. Ja, juf, zegt hij. Wat voor een dier heb je dan? Vraagt de juf. Een slang, juf, zegt Hassan. Oei, zegt de juf, een slang in huis. Ben jij niet bang voor een slang? Nee hoor, zegt Hassan. De slang zit in de schuur. Ik ben wel bang voor een slang, zegt de juf. Maar toch wil ik hem wel eens zien. Breng je hem maandag mee? Goed, juf, zegt Hassan. Maar hij denkt, wat moet ik nu doen? Het is maandag. De klas zit vol dieren. De poes van Linda zit op haar schoot. De hond van Max doet een dutje. Hassan heeft een doos bij zich. De doos is dicht. Zit jouw slang in die doos? Vraagt juf Ans. Hassan knikt. Laat eens zien, Hassan. Hassan haalt het deksel van de doos. Juf kijkt in de doos. Wat is dat voor een slang, Hassan? Hassan lacht. Een tuinslang, juf.